Het stormde in Polderdam. Dummy en Goos fietsten tegen de wind in naar huis. De storm blies hen bijna omver en ze slingerden als dansende struisvogels over de weg. Eindelijk reden ze het erf op. Marsie, is helemaal leuk windje, riep Dummy. Kijk, Goos, armen is vleugels. Ik word vliegtuig en ik vlieg naar mijn la... Hij waaide om en plofte op de grond. Sirsar, arm is tussen wieltje, zit vast. Hij stond op en sjorde net zo lang aan het verband tot zijn hele arm bloot was. Kijk nog maar uit, straks valt er nog iets van je af, waarschuwde Goos. Nou en? Ik voel niks van, zei Dummy. Nee, maar dan ben je nog dunner. Goos peuterde het verband uit de spaken en ze liepen achter hem. Op het aanrecht stond meel, gist en olie klaar. Jij eet pizza, zei Dummy. Dan hebben we wat te vieren, zei Goos. Dat is altijd zoals we pizza eten, maar wat? Klaas is nog in schuur. Misschien gij maakt eindelijk keertje mooie schilderij, verzond Dummy. Of hij heeft iets gewonnen bij een loterij of zo, bedacht Goos. Wat is loterij? Dat is iets met loodjes en winnen. Kom mee, ik wil het weten. Ze renden naar de schuur en waaiden met deuren al naar binnen. Maasje, Klaasje, riep Dummy. Win jij loterij met loodjes? Klaas draaide zich met een ruk om en stootte zijn schilderij van zijn ezel. Plofzak, drollemans, ik schrik mijn aap, mijn landschap. Hij tilde het schilderij op en keek verrast naar de nieuwe vegen. Hé, dit is best mooi. Nee, pap, het is afschuwelijk, grinnikte Goos. En je halve been is geel. Echt? Klaas keek naar beneden en veegde de verf van zijn broek. Toen was zijn hele been geel. Nou en, geel is best een mooie kleur, besloot hij. Zei je nou dat ik een loterij had gewonnen? Ja, want jij eet pizza. Of ben jij jarig? Vroeg Dummy. Nee, er is iets anders, jongens. Ik heb iets besloten. Iets belangrijks. Dat moet ik met jullie bespreken. Laten we even in de keuken gaan zitten. Klaas spoelde zijn kwasten uit en liep met Dummy en Goos de schuur uit. Even later zaten ze met z'n drieën aan tafel. Klaas schonk thee in en trok zo'n serieus gezicht dat Goos bijna ongerust werd. Dit moest wel heel belangrijk zijn. Het gaat over Sayenne, zei zijn vader. Die komt straks. Zeg, jongens, jullie vinden haar toch leuk? Sayenne is liefste van de gele wereld, zei Dummy meteen. Dat vind ik nou ook, zei Klaas. En we kennen haar nu al zo lang dat ik een besluit heb genomen dat belangrijk is voor ons alle drie. Je gaat toch niet trouwen? Vroeg Goos geschrokken. Met wie? Vroeg Klaas onnozel. Met Sayenne natuurlijk. Nee toch? Of nou ja, het mag misschien wel. Goos werd rood. Nee joh, ik ga niet trouwen, zei Klaas. Er is iets anders, iets veel belangrijkers. En dat moet nu eindelijk maar eens gebeuren. Hij ging rechtop zitten en zei bijna plechtig. Ik wil haar vandaag vertellen dat je een mummy bent, Dummy. Zijn jullie het daarmee eens? Maasje, is helemaal goed eens, riep Dummy. Hij stond op en pakte de telefoon. Ik ga bellen en zeggen. Nee, stop, leg die telefoon weg, ik zeg het zelf. Strak, als ze komt. En dan gaan we daarna met een pizza vieren dat we geen geheim meer hebben. En eindelijk niet meer tegen elkaar hoeven te liegen. Is helemaal geweldig, zei Dummy. Dan ik kan vertellen van mijn papa en mam. En van Gebsetsoet. En van Paleis. En dat ik word koning van mijn land. En van Scarabée van mij. Ik ben helemaal zat van liegen. En Goos ook. Dat is waar. Dus dat is dan voorbij? Bonkak, dinges. Dat zou geweldig zijn. Ze hadden het er al zo vaak over gehad. Hij mocht vroeger nooit liegen, maar sinds Dummy er was, logen ze zich de hele dag rot. In de klas, op straat, gewoon tegen iedereen. Dat moest nu eenmaal, omdat ze bang waren dat iemand Dummy bij hen zou weghalen als ze de waarheid zouden vertellen. Dat noemden ze leugentjes om bestwil. Goos kon het inmiddels heel erg goed en zijn vader al helemaal. Maar tegen Sayenne liegen was niet eerlijk en dat hoefde na vandaag gelukkig niet meer. Het is een goed idee, pap, zei Goos. Het is zelfs hartstikke goed. Dan zijn we het eens, knikte Klaas. Ik weet alleen niet hoe ze reageert. Ze schrikt zich natuurlijk dood. Is niet het probleem. Dan ik geef Scarabée. Ze gaat weer leven, zei Dummy. Daar heeft ze niks aan, grapjas. Jij bent zelf grappige jas. Scarabée werkt echt. Maar niet bij normale mensen, zei Klaas. Ik ben helemaal normaal, snoft Dummy beledigd. Ja, en ik ben Sinterklaas. Klaas grinnikte even en keek weer serieus. En er is nog iets, jongens. Als ze eenmaal is uitgeschrokken, moet ze ons geheim bewaren. En dat wordt moeilijk, want Sayenne kan totaal niet liegen. Als er iets is, ziet iedereen het meteen aan haar. Dan moet ze dat leren, zei Goos. We hebben in het begin gewoon geoefend. Ik geef haar wel een cursus. Wel ja, mijn zoon geeft een cursus liegen.
Klaas trok een grimas en Goos moest lachen. Laten we eerst maar bedenken hoe we het precies gaan zeggen, zei Klaas. En verstop jullie die hondenkluif? Welke hondenkluif? Vroeg Goos. Die blote arm, Klaas wees naar Dummy. Die moet opnieuw verbonden. Ben ik kluifje? Dummy bestudeerde de bruine vellen en reep op zijn arm. Ja, een afgekloven. Klaas stond op, strooide meel op het aanrecht en begon pizza deeg te kneden.